Ik voel haar. 'S Nachts hoor ik haar muziek, zonder dat anderen het horen, en wiegt ze me in slaap. Ze lacht me toe, op een manier die ik lang niet gekend heb. Ze laat me voelen dat ik niet alleen ben, door gillende kinderen op straat, een passerende bus, het geluid van de dierenarts naast me, als honden blaffen, katten miauwen en de deurbel klinkt. Ik zie haar. Ik zie haar in een oude man die piano speelt op het station en een jongen van hooguit 16 die zich bij hem voegt en samen spelen. Ik zie haar in een overvolle Starbucks, in een restaurant waar mensen schreeuwen, 3 bier! En waar een bord laat zien dat bussen om de 10 minuten gaan, in plaats van om het uur. Ik omarm haar. 'S Nachts, als ik het verkeer voorbij hoor razen, de deur achter mijn huisgenoten dicht hoor vallen. En ik omarmde haar al eerder, toen een jongen zijn skateboard door het raam gooide en mijn verdiepingsgenootje de huisbaas smeekte. Alsjeblieft, ik heb geen geld. Alsjeblieft, ik heb geen geld. Ik zie haar. Ik voel haar. En ik omarm haar elke nacht opnieuw. Ze zingt me in slaap met haar stem. En laat me wegdromen op haar klanken. Elke nacht opnieuw. Hey allemaal, welkom bij dit vlog over het afscheid van Jim van Bergen als de junior stadsdichter van 2016. En over de nieuwe wedstrijd van de junior stadsdichter van 2017. Nu vragen jullie je waarschijnlijk wel af waarom nou over gedichten en dit soort dingen. Dat komt eigenlijk om sinds dat ik hier het deel studeer aan de Fonds School voor de Journalistiek. Heb ik me aangesloten bij Poetry Circle 013. Dat is een schrijverscollectief hier in Tilburg van mensen die performen, poëzie schrijven, spoken word, artiesten, van alles en nog wat. Super leuk, super chill, super cool, geweldige mensen. En ik schrijf mijn hele leven al fantasyverhalen en nog meer van dat soort dingen. En daardoor heb ik er altijd een grote passie voor gehad en leek het me leuk om het hier dus over te doen. Wat verwacht ik ervan? Ik vind het sowieso al heel leuk dat een gemeente als Tilburg een evenement zoals dit organiseert. Want op mijn oude middelbare school zag ik bijvoorbeeld dat heel veel mensen een hekel hadden aan lezen en schrijven. Les in Nederlands vonden ze verschrikkelijk en creatief schrijven was er helemaal niet aan de orde. Dus het is echt heel leuk dat een stad als Tilburg dit doet. En ja, ik ben benieuwd. 6 minuten gaan wachten op de bus. Yay! Ja, ik kom eigenlijk nooit op zaterdag in Tilburg, dus noem me het druk. Geen idee. In het centrum. Klein stukje. Nou, volgens mij gaan ze verder beginnen. Ze zijn al horen gitaar aan het spelen. En ik heb de laatste stadsdichter in kwestie ook al hier rondlopen. Dus nu even wachten. Ze gaan nu wel beginnen, denk ik. En hier vlakbij me staat een mevrouw om folders uit te delen voor de wedstrijd van dinsdag. Waar ik ook nog ga vloggen en een verslag gaan maken. Het is best wel druk, als je kan zien. Sorry, dit is niet klaar. Ik heb het gevallen. Dus het is nu nog steeds wachten. En het gesprek afluisteren, wat ook best wel grappig is. Oh, zij gaan beginnen. Maria Jaat, Luc, interview. Fijne middag. Jim, tot aanstaande dinsdag ben je junior stadsdichter. Hoe word je junior stadsdichter? Ja, nou, er komt nog best wel veel bij kijken. Je begint met een schoolopdracht. Daar staat mijn mentor van vorig jaar, mevrouw Kraan, is ook een docent in Nederlands. We hebben in de lessen theorie gehad, in poëzie. En toen moesten we daar verder. Op een gegeven moment kwam er een opdracht van: maak je gedicht en het moet over Tilburg gaan. Oké, dus ik zit nu in de trein richting Breda. Want ik ga naar mijn ouders in Zeeland. Voor 12 uur of zo, ik weet het niet precies. Heel beter om te luisteren, want er werd een groot interview met die jongen gehouden en alles. En ik vind het goed. Ik vind het goed dat in de stad, zoals bijvoorbeeld Tilburg, veel aandacht besteden aan jongeren taal. Want over het algemeen, jongeren hebben een gigantische kleine hekel aan lezen en laat staan gedichten schrijven. Dus het is goed dat dit gebeurd is.
Dit is mijn bus, waar ik dus nog fucking lang op moet wachten. In ieder geval, hierom leek het me dus wel een goed idee om even verder te gaan met mijn verhaal vanuit de trein. Ik weet niet eens of dat wel zo goed verstaanbaar was door al dat lawaai dat de trein maakte. Maar ik wil dus zeggen dat ik het echt goed vind dat een stad zoveel aandacht besteedt aan jongeren, taal, gedichten lezen en dat ze daar ook heel veel mee doen. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen stad in Zeeland, dan is dat gewoon 0, niks niet te kloten. Dus ja, het is echt gewoon goed dat een stad zoals Tilburg hier aandacht aan besteedt en jongeren ook motiveert om hier aan mee te doen. En daardoor leren ze heel veel nieuwe dingen. En ja, ik vind het heel erg goed.